Ik ben Victor Meijers. Ik denk veel na over personenvennootschappen. En de weerslag van dat denken vind je terug in nieuwe wetgeving en in boeken die ik voor Wolters Kluwer schrijf. In de praktijk werk ik in het notariaat, zodat ik elke week wel personenvennootschappen op mijn bureau voorbij zie komen. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan een beetje domme, sullige man. Die trouwt met een high-by van een zakenvrouw. En de zakenvrouw die komt op een slechte dag de keuken binnen. En die zegt tegen de man: Kan jij een handtekening zetten onder dit document? Want dan besparen we elk jaar zo 30.000 euro belasting. Dat is namelijk de essentie van een man-vrouw firma. Als praktisch voorbeeld kan je dan denken aan de high-by. Die op een gegeven moment in het zicht van een echtscheiding, zes maanden daarvoor een enorm bedrijfskrediet aangaat met de bank. Ze kan tonnen opnemen op grond van dat bedrijfskrediet, wat in de man-vrouw-firma valt. Die zullige man heeft het niet in de gaten, maar in de maanden tot aan de uh, uh, vordering tot echtscheiding neemt de vrouw contant geld op. Er worden Porsches gekocht. Er uh, uh, worden wilde reizen gemaakt met, met uh, nou ja, meer interessante manieren. En om een lang verhaal kort te maken, het geld is op een gegeven moment gewoon op.